In het afgelopen jaar, 2022, heeft het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, met name minister Albert Jumitana, continu gesprekken gevoerd met de twee telecomproviders Telesuur en Digicel om het binnenland op telecommunicatiegebied beter te ontsluiten. De bewindsman heeft de tekortkomingen in het telecomverkeer namelijk zelf aan den lijve ondervonden tijdens bezoeken aan het binnenland. Dat de samenleving klaagt van internet is niet optimaal, we hebben niet genoeg streng, niet genoeg blokjes zoals ze het noemen. Maar ik denk dat het ook ligt aan de gebruiker, want dat heb ik onder de aandacht gebracht van zowel Digicel als Telesuur. Omdat ik kwam bij een van die plekken en iedereen klaagde, maar ik had wel genoeg bereik of voldoende bereik. Dus we moeten ook de samenleving beter gaan voorzien van informatie met betrekking tot gebruik, maar ook van hé, we hebben onze masteries voorzien van zeg maar beter apparatuur, waardoor je ook betere verbindingen hebt. Natuurlijk snap ik ook dat als sommige burgers excuses, niet een bepaald mobiel hebben of heeft, iemand heeft dat niet, dat die gaat zeggen, ja, daar blijf ik steken op mijn 3G, kan niet mijn 4G. Dat kan gewoon niet met het mobiel dat ik heb. Moet ik een nieuwe gaan kopen, word ik in de kosten gejaagd. Weet je, al dat soort vraagstukken komen aan de orde. De telecomproviders zijn deels ook verantwoordelijk ervoor om hun klantenbestand zodanig in te lichten als hun netwerk verandert. De bewindsman hoopt dat de telecombedrijven in 2023 meer aandacht zullen besteden aan het binnenland. Maar zoals het ministerie naar kijkt, is dat wij ook gaan opperen dat deze bedrijven veel meer moeten gaan werken op het gebied van infra. In die zin van de investeringen in één mast, twee bedrijven hoeven dat niet separaat te doen. Kosten allebei de evenveel te weten, maar één keer die kosten kan maken en voor elkaar kan verhuren. De een doet plek A, de ander doet plek B en je zet je apparaat in beide masten in plaats van twee om twee. Want dat zijn zaken die we hebben gezien als ministerie, ook hebben geëvalueerd. Dus ze zullen ook met een overleg ook het beleid daarvoor gaan aanpassen en kijken naar wat ook belangrijk is voor de samenleving, de bereikbaarheid. En hoe meer je samenwerkt, en natuurlijk kan je zeggen de concurrentie moet altijd ten voordele zijn van de consument, dat moet ook zo blijven. Maar de hand in elkaar slaan qua infra kan geen kwaad. Zeker voor zo'n land met een kleine populatie, maar ook met een heel uitgestrekt achterland. Het ministerie van TCT zal daar strakker naar kijken en van de telecomproviders eisen dat iedereen van een goed en stabiel netwerk voorzien wordt. Dus 2023 moet geheel Suriname goed voorzien worden, zowel in de kustvlakte als in het binnenland, zegt Jumitana.